Op de Maarten Harpertzo Trompweg in Wielwijk is in de nacht van 25 op 26 januari rond middernacht een autobrand ontstaan. De brandweer was rond 00:30 met een bluswagen ter plekke en binnen een half uur was de brand onder controle. De auto zelf is volledig uitgebrand. Het is niet de eerste keer dat er in die buurt een auto in vlammen opgaat. Op 22 januari was het daar ook al raak en een dag daarvoor vloog er een auto in de brand op het Wiardi Beckman plantsoen in Krabbehof. De brand van vannacht is alweer de 6e autobrand van het jaar in Dordrecht. De politie is op de hoogte van de reeks branden en heeft aangegeven extra te surveilleren. Daarnaast zijn burgers opgeroepen om verdachte situaties te melden.